Je moet je doodschamen. Doei. Weet je waarom, jongen? Ja, je hebt me verschut gezet in de promo. Motorclubs liggen onder vuur. De zogenaamde outlaw motorclubs wel te verstaan. En laat No Surrender daar nu eentje van zijn. Een relatief jonge club, maar in korte tijd wel uitgegroeid tot een van de grootste van ons land. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers uit Emmen. Wij vroegen en kregen toestemming om hem ruim een half jaar lang te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motorclub van ons land. Kom! Amira, heb je tekening gemaakt voor opa? Oh, heb jij die voor opa gemaakt? Kom dan. Oh, mijn schatje. Henk Kuipers dus, in een vorig leven bodyguard van Bill Clinton, maar sinds een jaar eindbaas van No Surrender. 6 maanden lang gaf hij ons een inkijkje in een wereld die het normaal niet zo heeft op pottenkijkers. Waarom dan toch die plotselinge openheid? Ja, ik denk dat het wel een keer tijd werd voor gewoon de burger om de andere kant te zien van de motorclub. Wat heb je gemaakt dan voor opa? Die. Oh, die. Is het voor opa? Ja. Heb je het zelf gemaakt? Ja. Omschrijf jezelf eens in 5 woorden. Eerlijk. Hoog eigen dunk. Nee, ik denk goede leider. Sociaal. Fantastische vader. Fantastische opa. Opaantje? Opaantje? Nee. Oké, dan niet. Krijgen we alles te zien of krijgen we te zien wat jij ons wil laten zien? Nee, het is altijd zo dat je krijgt te zien wat ik wil laten zien. Dat is overal zo. Dus, als je een voetbalmatch doet, dan krijg je wat op het veld te zien. Dan krijg je te zien, dus jij ook. Maar wat in de kleedkamer gebeurt, ja, dat zie je niet altijd natuurlijk. Dat zal bij ons ook zo zijn. Je bent niet de hele dag 24 uur bij ons. Maar ik kan jou garanderen dat wat je wil zien, dat kan je zien. No Surrender dus van binnenuit, met Captain Henk in de hoofdrol. Want naast de motorclub is Henk ook vader van 5 kinderen en opa. Wanneer alles mee zit, stapt hij binnenkort zelfs voor de 3e keer in het huwelijksbootje. No Surrender mag dan zijn agenda bepalen. Voor zijn familie moet alles wijken. Wat een kuttype ben ik. Normaal heb ik daar godverdomme gewoon prospects voor, man. Godverdomme. Godverdomme. Ik zit 20 jaar bij een motorclub en zit hier. Ja, wacht maar, dat doe ik wel. Je bent leider van een 1% MC. Hoe staan ze daar thuis eigenlijk tegenover? Ja, die zouden niet anders willen. Nee? Eerlijk is eerlijk. Ik heb wel gezegd, moet ik nou stoppen met deze idioterie? Ja, maar dat heb je wel gevraagd? Ja, tuurlijk. Ja. Moet papa nou eens een keer stoppen? Aan je vrouw of aan je kinderen? Aan de kinderen ook. Ja? Moet papa nou stoppen ermee en ook aan mijn vrouw? Ben je helemaal gek of zo? Je doet niks verkeerd, man. Pap, ga gewoon door. Wie staat er op 1? Jullie of de club? Ik. Wat? Oh. Wij. Ja? Oh, ik? Ja, wij bedoel ik. Wordt hij wel eens echt boos thuis? Ja. Jawel. Als ik de regels overtreed. En wat zijn de belangrijkste regels thuis? Respect hebben voor elkaar. En vooral niet liegen door je paard. Godverdomme. Jongen. Zijn gezin mag dan op de eerste plaats staan. Zodra de tijd het ook maar even toelaat, is het No Surrender wat de klok slaat. De negatieve berichtgeving rondom de club gaat Kuipers zeer aan het hart. Terwijl daar volgens hem geen enkele reden toe is. Als ik gewoon even wat voorbeelden erbij pak. Afpersingen, zware mishandelingen, moord, ontvoering, drugshandel, witwassen. Dat zijn geen incidenten meer, dat duidt op een patroon. Er is geen moord, nooit een moord gepleegd binnen No Surrender. Er is iemand vermoord. Ja. Die was toch niet met No Surrender bezig? Nou, er is ook een No Surrender lid in Roemenië opgepakt die verdacht wordt van moord. Nee, dat was een ex-No Surrender lid. Maar jij haalde dus ook gewoon naar de pers, dus jij aapt gewoon na, noem ik dat dan. Nee, ik pleeg wederhoor door met jou te praten over van... Ik bedoel daarmee te zeggen, je aapt na, dus jij zegt er bij voorbaat dat die mensen dat ook hebben gedaan. Oké, maar de verdachtmakingen, die liegen er niet om. Nee, maar kijk, die verdachtmakingen liegen er ook niet om. Maar dat vind ik toch niet ernstig als motorclub. Kijk, want als dat nou waar is wat daar staat, komen die mensen toch nooit meer in onze motorclub? Dat is toch niet ernstig? Ik bedoel wat er ook gebeurt. Ik noem maar wat. Vroeger had je toch bij Groningen had je die voorzitter. Die werd toch gepakt een keer met zwart geld? Ja. Ja. Wordt dan in één keer Groningen steeds daarop afgerekend of zo? Nee, toch? Nee, maar zwart geld is... Nee, dan krijg je natuurlijk gradaties in misdrijf. Dat is sowieso een lastig verhaal. Ik vind dat sowieso niet... Kijk, wat voor mij misdrijf is... Voor mij is eigenlijk alleen maar misdrijf. Is een zedenmisdrijf of een liquidatie, zomaar een moord, om geld, roof of wat. Dat vind ik misdrijf. En fraude vind ik geen misdrijf. En dat doet ook kopstuk in Nederland. Dat hebben we nou gezien. Jos Verrij heeft fraude gepleegd, die heeft alles corrupt gedaan. Dat hebben we nog gezien. Dat noem ik geen misdrijf. Dat noem ik gewoon niet meer doen, joh. Foei. Een veroordeling voor drugshandel is voor jou geen reden om iemand uit de club te zetten? Nee, dat zie ik meer als dat hij probeert een vorm van inkomstenbron te krijgen. Omdat hij zo vaak tegen de lamp is gelopen door de Nederlandse staat dat het niet aan het werk komt. Of et cetera, dus zo. Dan moet hij in zijn privé zelf bekijken of hoe hij dat doet. Maar wordt het nou een ander verhaal als iemand het delict pleegt en hij heeft dat hesje aan? Gaat direct eruit. Heb je ook gezien met die schietpartij toen in Eindhoven? Gaan direct eruit. En die jongens bij dat hek? Ja, die direct eruit. Dan laat ik het zo stellen. Ik heb ze nooit meer bij No Surrender gezien. Dus ja, dan ga ik ervan uit dat de toenmalige leiding ze er direct eruit heeft gegooid. Maar in dit geval nu zou ik direct de hele raad bij elkaar roepen en direct zeggen, luister, wappa. Allemaal eruit. Vergeleken met zijn voorganger lijkt Henk de club dus een stuk strakker te besturen. Eens kijken of dat ook geldt voor de wekelijkse clubavond. Volgens de verhalen zouden die bol staan van drank, drugs en geweld. Met de nodige voorzichtigheid besluiten wij er samen met Henk toch een kijkje te nemen. Henk, waar zijn we vanavond? Nou, dat is ons clubhuis in Duitsland. Hè? Clubhuis Emmen. Het clubhuis Emmen in Duitsland? In Duitsland. Want het clubhuis in Emmen zelf is dicht? Ja, het is al positief. Bijna een jaar alweer. En de Duitse autoriteiten die staan er gewoon toe. Doet het geen pijn dat jullie zeg maar, moeten uitwijken naar Duitsland en dat het in Nederland blijkbaar niet meer kan? Nee, maar wij wonen natuurlijk aan de grens. En ik zou vertellen, het is voor ons 15 kilometer. Maar niet alle chapters van No Surrender hebben die luxe, hè, dat ze vlak bij de grens wonen. Nee, maar heel veel wonen toch aan de Belgische grens. En we hebben nog wat chapters natuurlijk in het Noord-Holland zitten. En die hebben een eigen clubhuis. Ja, we zien hoe lang dat goed gaat. Denk je dat het ooit nog gaat gebeuren, een clubhuis in Emmen? Nou, als ik uit het recht spreek, moet dat. En uit mijn gevoel zegt niet. Ja, tijd om de troepen toe te spreken. Vandaag is namelijk een rapport verschenen waaruit blijkt dat No Surrender de meest criminele motorclub is van ons land. En dat het slechts een kwestie van tijd is alvorens Henk en de andere leidinggevenden zullen worden opgepakt. Ik zie het positief tegemoet, ondanks dat we misschien zelf vast komen te zitten. Ik wil dat jullie ook gewoon je ding door blijven doen. Maak je er niet druk om. We gaan rust nemen daar. En lekker met de voetjes achterover hangen. En we gaan eens kijken wat ze moeten vertellen over ons, hoe crimineel wij wel niet zijn. We gaan er vanavond mooi aan van maken hier. We laten onze ziekte niet van angst aanpraten door die mensen. Alleen we zijn ons oude clubbers kwijt, nou het nieuwe ruikt net zo lekker. En we gaan werken aan nieuwe dingen, jongens. No surrender forever! Theo, we zijn vanavond in jullie clubhuis. Waar Henk is, daar ben jij. Ja, al heel lang. Al 30 jaar zo'n beetje, denk ik. Jarenlang voor hem gewerkt. En door ziekte kon ik niet meer op de arbeidsplaats staan. Zeg maar. Dus zat ik bij mijn auto en sinds die tijd zit ik bij mijn auto. Is het een beetje good cop, bad cop-achtige gedachte? Ja, zo is het wel, ja. Wie is de bad cop? Ik. Je moet je doodschamen. Weet je waarom, jongen? Ja, kap. Je bent verschut gezet bij de promo. Sorry, kap. Ja, weet sorry, kap. Je? Ja. En iedereen vraagt, waar is je maat, jongen? Ja, kap. Ja, en ik heb alles wel voor je gedaan in het verleden. En wat doe jij? Je stelt me gewoon teleur. Jongen, laat me dat niet weer gebeuren, man. Echt waar. Jongen, als dat merkt, sla ik je terug, hè. Ik ga zo naar Henk toe, jongens. Dat hele verhaal aan hem vertelt. En waar hij ermee doet, moet hij zelf weten. Maar ik wil je vanavond absoluut niet weer zien. Oké, kap. Is het goed op vandaag? Ja, kap. Wat gaat er de rest van de avond nu gebeuren? Ja, zoals altijd. Oude jongens, krentenbrood. En lekker lol onder elkaar. Dus ja, dat is... Ik zit me eigenlijk ook wel eens aan te vragen waarom dat justitie achter ons aan zit. Oké, en achter jou dat vuur, is dat een schaduwboekhouding? Bewijsmateriaal, hè? Dat verbranden we elke week. Is het nog een beetje leuk om baas te zijn van No Surrender? Dat vind ik wel een goede vraag trouwens. Eigenlijk is er gereed meer aan om in een motorclub te zitten. Alleen, wat zou je nou doen als je in het kamp zat in 4045? Zou jij zo naar die gaskamer toe lopen of zeg je van... ik probeer toch over de hek te komen? Dat is wel een vergelijking, hè, die je maakt. Ik durf die vergelijking te maken omdat het stigmatiseren van mensen in elke vorm fout is. Natuurlijk is dat zo buitenproportioneel grof, maar ik bedoel ermee te zeggen... zou jij proberen over het hek te komen of zou jij naar de slagbank gaan? Ik probeer over het hek te komen. Dat is de lol nog die ik eraan heb. Ik probeer over de hek heen te komen, dat ik niet afgeslagen word door justitie en door het Openbaar Ministerie, door wie dan ook. Daar heb ik geen zin aan. Ga je over het hek komen? Ik denk het niet. Volgende week in Captain Henk vallen er rake klappen. Die slaat dubbel hierop, vast. En dan onder controle weer naar beneden. Op. En als je weer beneden is, dan pas echte controle. En dan pas hap. Weg.